Burst of Destiny, de beste set sinds Rise of the Duelist. De sets van Yu-Gi-Oh! Volgen elkaar de laatste tijd zeer snel op. Alle sets zijn zeer goed, maar één van de toppers is Burst of Destiny. We hebben een aantal kaarten die hierin kunnen zitten die erg veel geld waard zijn. We hebben natuurlijk de Starlight Rares, maar we zijn vooral op zoek naar Elemental Hero, Destroyer Phoenix Enforcer. We zijn op zoek naar Sword Soul of Moye, graag zouden we ook trekken. Incredible Ecclesia, de Virtuoso. En nog een hele toffe kaart die eerst 9 euro waard was en nu ergens rond de 30 euro zit, is Small World. We hebben natuurlijk nog een aantal andere kaarten die heel mooi zijn. En er zitten een aantal heel toffe nieuwe archetypes in. Dan spreken we natuurlijk over Floandries. Floandries is een nieuw deck. Een beetje rogue, maar heel tof om te spelen. En waar het allemaal om te doen is, waarom deze set zo gehyped werd al maanden aan een stuk, is natuurlijk de Sword Soul archetype. Het is een deck dat heel makkelijk kan synchro summonen, omdat al de monsters ook een token genereren en die tokens zijn tuners, dus je kan boom, direct in de zware kaarten gaan. Laat ons zien wat er in een box zit. We hebben de laatste tijd redelijk veel geluk gehad met de boxen. Kan het geluk blijven duren? Uiteraard niet, maar laat ons toch proberen. Ik moet wel zeggen dat ik de art van de box fantastisch vind. Laat ons zien of we de cover card kunnen pullen. In deze box zitten 24 pakjes, 9 kaarten per pakje. We beginnen met de linkerzijde. Sword Soul Blackout, Magic Key Locking, Heritage of the Light, Fengli. Dit is een ananas. We hebben een Gunken Suship Uniclass Super Dreadnought. In Yu-Gi-Oh! Heb je af en toe zeer vreemde archetypes. Dit is schepen die gemaakt zijn van sushi. Vandaar ook de Suships. Heel tof. Is het powerful? Nee. Is het leuk? Zeer leuk. Gevolgd door een Apex Predation. Nog een Gunken Ship. Ice Jade Acti. Reptilian Recoil. Volgende booster. Vanaf we alle commons gezien hebben, gaan we iets sneller door de boosters gaan. Whirl Penguin. Abyss Keeper. Pumpkin Beast Cupid Pitch is maar een common, maar een zeer goede kaart. Heavy Interlock is onze super. Brave Drive, Floandries en Tokkan. Laundry Trap en Magnificent Magicky Mafteel. De namen in Yu-Gi-Oh! Zijn vreemd. Night Flight, Blackout, Maneater Bug, Heritage of the Light. Oh, ho, ho, ho. We hebben onze eerste secret en het is een secret van, ik denk, rond de 30 euro. Fantastisch. Het is een kaart die in Sword Soul gespeeld wordt. Erg belangrijk in Sword Soul. Dus zeer blij met deze kaart. We hebben Flip Frozen, Beetrooper. Beetrooper is de derde archetype die in deze set volledig uitgewerkt wordt. En er was redelijk veel hype rond Beetrooper, maar het is toch niet echt meta. Maar het moet niet meta zijn om plezant te zijn natuurlijk. Kotal, Squire, Nightflight, Sword Soul, Auspice Chungeon. Dat is de mindere Sword Soul, maar toch nog tof om te hebben. Een Bork, hier Gunken, Suship, Shiraui, Beetrooper, voilà, volgende booster. We gaan erdoor vliegen, mensen. Ik ben al zeer blij met onze Incredible Ecclesia. Starry Knight Orbital, Ananas, de Ultimate Flagship Ursatron. Dit is een kaart die de Dryton kaarten combineert met de Ursartic, maar ik denk niet dat die een goede leven beschoren zijn. Magical Cylinders, Serpent Floandries. Volgende booster. Er wordt wel eens gezegd dat de boxen van Yu-Gi-Oh! Tegenwoordig mappable zijn. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat je kan weten waar de Secret Rare zit. Ik denk dat onze Secret Rare aan de linkerkant de derde pool was, ongeveer. Dus die zou zelfs ook aan deze kant ook de derde moeten zijn. Dus we zullen zien of dat waar is of niet. We hebben een Transonic Bird, een Cleric. Oep. We hebben een Outstanding Dog Mary. Onze eerste Ultra Rare is de Beetrooper Light Flapper. Wel een goede kaart als je Beetroopers wil spelen. Nog even meegeven, in een box zitten eigenlijk 2 Secret Rares en 4 Ultra Rares. Dus we hebben nu al 1 Secret Rare en 1 Ultra Rare. Voilà. Een Brave Drive, Laundry Trap, Predation. Dus eigenlijk zouden we aan deze kant van de box, aan de linkerkant van de box, nog minstens 1 ultra rare moeten hebben. Penguin Squire.
Sonic Tracker, dat is onze Super Supernatural Danger Zone. Is dit een danger card? Ja. We hebben nog een Suship, een Tinola, Borg. We vliegen erdoor. Maar het is zeer aangenaam om boosters open te doen van Yu-Gi-Oh! Uni, Abyss Keeper en onze Super is Double Disruption Dragon. Flip Frozen, Magic Key Battle, Reptilian Recoil. Voilà. We zouden nog één Ultra Rare moeten hebben aan deze kant, aan de linkerkant van de box. We hebben een Maneater Bug, Penguin Ninja, Beetrooper Landing, Heritage of the Light. En onze Super is Sunvine Sewing. Beetrooper Squad, Starfall, Break the Destiny, DD Assault Carrier. We hebben nog twee boostertjes, drie boostertjes aan de linkerkant van de box. Kijken of dat klopt, dat er hier nog één Ultra Rare in zit. Abyss Keeper, Sinead Cascade, Uni. Dit is een Floanderies en Robina. Floanderies, allemaal gebouwd rond vogeltjes. Heel tof. Sword Soul, Night Sword Serpent, Danger Disturbance Disorder, Gunken Suship, Sword Soul Assessment. Oké. De namen, als je dacht dat ik een kleine hartverzakking kreeg, dat is niet waar, maar het zijn gewoon de namen. Floanderies en Stree, Penguin Squire. Oh, een tweede Secret Rare. Het is geen vette. Het is een Secret Rare van 5, 6 euro, denk ik. Dus ik denk dat een box al weggegeven is. We hebben twee Secret Rares. Ook jammer, want als je twee Secret Rares getrokken hebt, dan is de kans op een Starlight ook niet heel. Jammer dat ze alle twee in dezelfde kant zitten. We hebben een Cleric, Nyamni, Cyanide Cascade, Heritage of the Light, Sword Soul, Sacred Summit. Tof. We hebben een Drytron, Detonation Code, Gunken Suship, Magic Key Battle. Oké, we beginnen aan de rechterkant van de box. Ik heb in het verleden al eens boxen opengedaan waar er meer dan twee Secret Rares in zitten. Het gebeurt niet veel, maar het gebeurt. Dus laat ons hopen op een derde Secret Rare. Ondertussen hebben we een heel mooie hond met een heel mooi kapsel. Cupid Pitch, een zeer goede common. We hebben een Sword Soul of Taya. Het is een Super Rare, maar wel een goede Super Rare. Giant Starfall, Rebuildeer, Ursartic Drytron, Ice Jade Tinola. We hebben nog maar één Ultra Rare, dus aan deze kant van de box zullen alle Ultra Rares zitten. Laten we eens kijken, we hebben de Sol Drapom, Blackout Landing, Maneater Bug en Destiny Hero Denia. Danger Disturbance, Magic Battle, Beetrooper, Flip Frozen. Oké. Nightflight, Sonic Tracker, Abyss Keeper, Cyanid, Crosswipe. Onze Super is Stained Glass of Light and Dark. Hele mooie artwork. Ik weet niet of ik hem ergens in kan gebruiken, maar wel een heel mooie artwork. We hebben nog een, sluiten af met een Night Sword Serpent. Magic Locking, Pumpkin Beast, Ananas. Reptilian Masquerade, The Blazing Dragon. Ik denk dat dit de coverkaart is. Is dit de coverkaart? Nee, dat is de coverkaart niet. Oké, wel een leuke Ultra Rare, maar voor de rest niet echt belangrijk. Blackout Ninja, Transonic Bird, Outstanding Dogmare. Nog een Super Gunken Suship Uniclass Super Dreadnought. Inderdaad, dat is de titel van de kaart. Oké, dan hebben we Landy Trap, Gunken Suship. Die mannen bij Yu-Gi-Oh! Moeten ongelooflijk veel plezier hebben tijdens het bedenken van deze namen. Reptilian, Royal Penguin Garden, Sonic Tracker, Penguin Squire. Oeh, dat is een vrij goeie ultra. Dit is de Evil Twin Archetype, nee, de Life Twin Archetype is vrij goed. En dit was een zeer belangrijke ultra rare om het deck eigenlijk competitief te maken. Dus zeer content met Evil Twin Trouble Sunny. Rust is niet echt belangrijk. We hebben nog een aantal boosters. Kan er hier nog iets speciaals in zitten? Kunnen we nog verrast worden door deze booster? Cupid Pitch, dat is onze derde, die is nog playset. Dat is heel goed. Onze Super is branded in High Spirits. En voor de rest hebben we kaarten allemaal al gezien. We zijn aan de home stretch. Eens kijken wat hier nog in kan zitten. De volgende kaart is een Super Rare Sword Soul Auspice Junjun. Ik denk niet echt dat die gespeeld wordt in een Sword Soul deck. Voilà.
Nu, deze box die kost dan ongeveer 65 euro. We zullen eens even kijken of we onze 65 euro eruit gehaald hebben. Ik vrees er een beetje voor, maar ik denk niet dat we er ver vanaf zullen zitten. Reptilian Melusine. En met ver vanaf zullen zitten, ik denk dat we er 20 euro vanaf zitten of zo. Nu, het openen van boosters is ook leuk natuurlijk. En al met al die commons kan je ook altijd nog een leuke deck maken. 4 Cupid Pitchen. We hebben nog een Manierbug. We hebben nog een Ultimate Flagship Ursatron. En een aantal commons. 2 boosters. We hebben nog 2 boosters. Kunnen we uit de 2 laatste boosters nog iets meer trekken als een super rare? Kom aan. Als jullie liken en subscriben, halen we er nog iets meer uit. Laat ons zien of het geholpen heeft. Ook een Stree, Starry Knight, Penguin Ninja, Locking. Dit is een... je ziet het bijna niet, maar dit is een super rare Reptilian Ramifications. Gevolgd door een aantal commons. Laatste booster. Last pack magic. Can we do it? Coatl. Heritage of the Light. Outstanding Dog. Merry. Zeer mooi. En een Borrel Code Dragon. We hebben dus inderdaad onze vierde ultra rare. Niet echt een fantastische ultra rare, maar toch tof om te zien dat de ratio's kloppen. Apex Predation, Magical Cylinders en Giant Starfall. Dit was de opening van Burst of Destiny. Ik ben redelijk blij. Zijn jullie ook blij?